Hallo allemaal, welkom te IMI Server. We gaan vandaag beginnen met de enchanting table maken die hier staat. We gaan even voor level 30. Gewoon omdat ik moe ben van het heen en weer lopen naar Tom's base, en dan weer naar mijn base, en dan weer naar Tom, en dan weer naar mij. En ja, het verveelt heel snel. Dus wij gaan vandaag de enchanting table maken. Ik heb de boeken. Tenminste, ik heb het leer, we gaan de boeken straks maken. En daarvoor laat ik jullie nu even een clipje zien van koeien die worden vermoord. De koetjes daar. Ondertussen ga ik even dit mooi maken. Dus ja, tot zo. Koetjes slachten! Dit gaat even duren. Niet de kalfjes slaan. Ja. Kijk wat schattig, al die kalfjes en achter één koe aan. Dat AI is wel grappig gedaan, alleen makkelijk te misbruiken. Zag je ze als lijk aan rennen? Oké, dat was het voor deze clip. Doei, tot zo. Op een ander deel van de video. Oké, dat was geweldig, hè? leer. Maak gewoon een stack boeken. Dat is niet de stack. Zo, 1, 2, 3. Hop, ik hoop dat ik genoeg hout heb trouwens. Oké, okay, hier. Zou genoeg motten zijn. Ik heb er maar 15 nodig, dus. Zo. En dan. Zitten wij niet mooi in een rooi? Ik hoor zo weinig. Zo. Dat is minder kut. Silk touch. Zo. Waarom ik graag een eigen wil is omdat ik constant aan Tom's base moet en dat is irritant. Dus ja, we gaan even een zwaardje enchanten. Ik wil graag een looting zwaard. Het is wel een keer gelukt, dus het zou nog een keer moeten kunnen. Go up, charmers en looting. Decent. Hoeveel kost het om dit samen te koppelen? Too expensive. En de andere kant op. Too expensive. Kut. Oké, moet hier maar mee leven. Dat is een mooi backup zwaardje, maar. Oké. In ieder geval, wij gaan vandaag even beginnen met een kleine aanpassing aan de sheep farm. Ik heb gemerkt bij de koeien dat het beter is als ik het gewoon overal zo doe als bij de varkens. Gewoon omdat al die kleintjes kunnen buggen en dan staan ze in één keer hier op de rand. Dus dan krijgen ze het niet meer terug. En ik heb dit blokje weggehaald en ik heb een andere ingang momenteel. Dan gaan we ook even denken aan de squid tank werken. Ik moet even wat zand halen. En ik heb daar nog geen goede shovel voor, denk ik. Ja, boeien. Zo. Ga eens weg, jij. Ga eens weg. Kutbeest. In ieder geval. Ja. Ik zit nu echt bijna op een jaar YouTube. 200 video's en 8000 abonnees. De 200 video's zijn al gehaald eigenlijk nu. Vandaag is het gehaald. Maar ja. Ik heb één special voor alle drie. Dus dat. Waarschijnlijk komt hij online als ik de 8000 abonnees heb gehaald. Dat komt nu het eerste. En dan komt de 1 jaar YouTube. Waar ik meer over wil praten tegen die tijd. Maar ja, we hebben nu 200 video's. En dat is veel. Ik bedoel, binnen nog geen jaar tijd 200 video's van mij. Dat is veel. Ik had dan niet verwacht dat ik het zo lang zou volhouden. In ieder geval niet zo groot. En ja, zeker niet zo. Maar je snapt het wel. Beetje gewerkt in de tank, zoals je kan zien. Ik heb het een beetje gevuld met water. Ja. Hallo jongens. Hoe gaat het met jullie dan? Dat is hartstikke mooi. Maar ook eens uitstaan qua geluid. Niet. Dus is stil. Mooi zo. En de varkentjes. Ik heb geen carrots bij me helaas. Maar, ach ja.
Ik denk dat ik alleen van de koeien fucking veel moet hebben, aangezien dat mijn voedselbron wil moet gaan worden. En mijn leer voor boeken en chanten. Wat ik eigenlijk wil gaan doen is ik een beetje. Tenminste, nu denk ik dat ik op boeken wil gaan focussen. Want ik heb redelijk fortune pick. Ik heb nog geen goede werkpick trouwens. Waarschijnlijk ga ik fortune 2 gebruiken voor werkpick. Want dan kan ik deze gewoon repairen. Hoeveel kost om deze te nemen? Als die nu al redelijk ver gedamaged is. Dus heel veel kijken. 35. Nou, dat is mooi. Want dat hebben we niet. Maar in ieder geval. Ja. Ik kan niet veel verder gaan dan dit eigenlijk voor vandaag. Dus ja. Laten we hier eens naar kijken. Oké. Weet wat? We gaan even level 30 halen. Dus ja, ik ga dat ook opnemen. Waarschijnlijk gaat het allemaal versnellen. Dus ik ben zo terug met level 30. En dan gaan we even naar shuffle enchanten. Hopen op goede efficiëntie. Dus ja, tot zo. Nou, dat voelt er best mee, hè? Oké. Shuffle tijd. Ik heb nu te veel kwarts, dat is niet handig. Zo. Dan maken we even een shuffle. Dan gooien we level 30 op.
En... Serieus man, ik heb echt ongeluk met shovels. Ik krijg gewoon helemaal geen efficiëntie erop. Wat is dat toch? In ieder geval... boot. Zo. En daar, die kant op, is zand. Nu weet ik niet hoeveel zand het is, maar... Ach ja. Ik geloof dat ik nog iets van 5 of 6 stacks nodig ga hebben voor dat. En dan zie ik daar nog wat meer zand. Oh, dat is een eiland al. Of is dat gewoon een land? Nee, voor mij is het eiland. Heb ik een aquafinity? Nee, jammer. Ach ja, wat zand weghalen van dit lelijke eiland. Dat is vast geen probleem. En zowel, dat maakt het me niet uit, want hier is toch niemand. Haha. Het is mijn gebied. Van me. Huh. Ik heb echt weer zin om op te nemen, jongens. Ik hou. Oh, ik ben een goed humeur tegenwoordig. Alleen wel moest op 's ochtends, maar verder. Eh? Topdag. Nee, het gaat echt gewoon weer lekker. YouTube loopt nu lekker. Ik ben weer goed aan het uploaden en het opnemen en alles. Binnenkort ook nieuwe series, hoop ik. Denk ik. Ga ik mee bezig. Ga ik naar kijken wat ik wil gaan doen. En hoe. School loopt ook lekker momenteel. Allemaal goede cijfers. Dus ja. Alles komt goed. Het lijkt. We kennen niet meer. Ha. Hoeveel zand hebben we nu? Nog niet genoeg. Oké, doorgaan. Zo. Dat is het eiland waar we varkentjes vandaan haalden. Dit is een eiland dat ik nooit eerder heb gezien eigenlijk. Ik heb bovengronds vaar weinig geëxploreerd hier, want ja, het valt altijd op een oceaan. Tenzij er hier koeien zitten, anders word ik boos, maar ik denk niet dat het er zitten, dus ja, kippen zou wel fijn zijn. Ik weet zeker dat ik net een squid hoorde. Ik weet het echt helemaal zeker. Zo. Ah, het is zometeen wel genoeg, denk ik, als dit deze laag weg is. Ik kan misschien na te denken over de weg terug. Nou, maak maar een crafting tabletje. Zie je een probleem? Het grote probleem van zijn we het wachten op tot alles is gesmolten, want ik heb niet zo heel veel tijd meer. Ik heb nog een uur. Dat is genoeg, maar ach ja. Ik kon dus vast de rest van de video gaan editen en renderen. Nou, niet renderen. Klaarzetten om te renderen. Zo. Op naar huis. Dat is niet mijn crafting table, Matthias. Nee, kom je nog wel vaker. Ik kan zo mooi zien dat en dan... De helft van mijn project kan ik als ik dit doe. Nou, oké, ik zit gewoon te ver voor de rest. Random. Daar is de rest meteen. Poef. Oké, nu. Ga renderen, kring. Goed zo. Goed zo. Ik denk dat ik uiteindelijk ook als dat echt goed af is, dat dit ook weggaat. Denk het wel. Poep. Yeah. Voedsel. Een stukje ervan maken. Zo. Oké, ik ben zo terug. Laat even dit koken. Ja, deal. Mooi zo. Oké, let's go. Ik heb nu bijna 2 stacks, maar ik heb ze meer om te wachten. Hoog tijd tot daar de... Jalala, dat moest ik even zeggen. De hub ziet er nu niet uit namelijk. Als mensen dit kijken, ik wil me best opofferen... Om hem mooier te maken. Ik zou het leuk vinden als groepsproject, maar ik denk niet dat iedereen daar veel om aan wil werken. Met iedereen doe ik vooral een groot deel. Tenminste een paar, denk ik niet. Ik denk het misschien wel. Ik wil er best ook in mijn eentje aan werken hoor. Een groot project vind ik altijd wel leuk. Geen bewijs voor momenteel, maar ja. In ieder geval.
Dit is vrij kut om te doen. Want die regen die helpt niet echt voor het zicht of zo. Ja, daar moet er dus geen. Eén, twee, zo. Waarom ik hier cyan gebruik in plaats van bijvoorbeeld ijs? Cyan zie je beter doorheen. Dus ja, dat. Ik mis wel een beetje muziek nu. Gewoon wat geluid. Het is gewoon niet goed als je geen geluid hebt als het regent. Het is gewoon te stil dan en daar houden we niet van. Maar een klein beetje te gaan. Nice. Oh ja, dit wordt wel gaaf. Nog een paar squids, een beetje verlichting erin en klaar. Skid up, bitch. Zwem sneller. Zou ze sneller zijn, dan kan ik snel slapen. Kom op. Slaapie doen. Iemand? Nee. Jongens. Yeah. Oké, die is ook klaar. Zo. Is weer wat extra, maar we moeten meer hebben. Dus ja. Pak alvast een emmer mee, dan kunnen we het ook op gaan vullen. Hop, hop, zo. En zo makkelijker erop komen eigenlijk. Ik hoef niet eens helemaal om te lopen, dan kan ik gewoon het water doen. En die skutteen geeft echt wel opvulling zo in dat gat. Best wel nice. En mensen zeiden van dat ik mijn netherrack bouw, maar dat is allemaal tijdelijk. Ik wil het gaan vangen met quartz. Alleen ik vind het netherrack momenteel net zo goed staan aangezien, ja. Dit is een makkelijk building material. Op een of andere manier staat het ook wel gaaf. Misschien dat ik het nog verder later wel ergens ga gebruiken. Misschien in een nether base. Het zou wel gaaf zijn wanneer dit echt ver is in de nether hetzelfde namaak. Oh, wat? Huh? Waar is mijn water? Wat? Oké, dat was random. Wat? Very nice. Oh, Nias. Nice. Kom, dit gaat goed, dit gaat goed. Kom op. Dat vogelt eerst nog overal voor 1. Dan kan ik het water iets hoger alvast doen in de tussentijd. Zo. En dan moeten we binnenkort ook maar eens op zoek naar squids. En dan zijn we helemaal blij. Tim slaat door, zie je dat? Zo, oh kut. Terug. Daar. En daar. Dan moet ik even een nieuwe emmer water. Zo, hoppa. Daar. Daar. 1, 2. Daar. En daar. En zo, dit gaat goed langzaam meteen. Fout. Daar. Daar. Waarom ik het zo doe, niet gewoon bovenin, zodat anders de squids voor mijn moeite kunnen krijgen met zwemmen en
Aangezien squids nog wat derpy zijn, waarschijnlijk zichzelf verzuipen. Zo. Ja, dit is zo kutwerk. Niet normaal meer. Daar en daar. En dan gaat hij meteen 2. En dan doen we daar en daar. En hop en hop en hier en daar. En die was mis. Dus we doen hem daar. Zo. Hoppatee. Zo. Oh. Ik vergeet dus dat ik hier nog een deel moet. Hoppa. Nog even eentje hier om er weer uit te komen. Even snel kijken hoeveel er nu is gedaan. Ik kan wel vast een beetje extra opleggen trouwens. Maar zoals je kan zien is het heel goed doorzichtig. Je kan er precies in kijken. Ik hoop dat het ook werkt als ik er een dakje op leg. Aangezien dan nog geen zonlicht meer inkomt. Misschien dat ik ook een ander dak moet doen dan wat ik van plan ben. Ook wel glas misschien. Of gewoon carpets. Net als aan de onderkant. Kijk of dat. Oh, dat zou best wel gaaf staan, denk ik. Moet ik over nadenken. We zien wel even of het goed doorzichtig is. En anders dan passen we het altijd eraan. Dat is het mooie aan Minecraft. Niks blijft zoals het is. Dat klinkt heel raar. Zo. Niet normaal wat saai en ik hiervoor moet gebruiken, man. Even snel een boot maken. Moet die boot dispenser echt een keer weer gaan vullen. Zo. Pom, 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 pom. Waarom is eigenlijk een oud muziekje? Waarom maak ik ook nieuwe muziek nu? Waarom is nieuwe liedjes? En dat vind ik wel grappig, want ik vond degene die ik heb gehoord best wel nice. Maar ik heb pas één echt kunnen horen, dus ja. Lastig oordelen dan. Maar ja, op zich wel fijn als Minecraft op die manier af en toe een beetje vernieuwd, weet je. Gewoon zo. Het ging bijna fout. Dus dan gaan we eerst al deze dingen opvullen. Kijken of dit sneller is, zeg maar. Zo. Ik weet niet of dit sneller is, ik denk het haast niet, maar gewoon eerst even de moeilijke kanten doen. Dus de moeilijke, de langere kanten, die gewoon belangrijker zijn voor het geheel, zeg maar. En dan gewoon langzaam die kant op gaan. Waarom zit daar geen. Oké, wat? Go. Waar je no go. Oké, daar gaat hij. Ja, op zich is dit makkelijker. Gewoon die twee hoeken naar elkaar toe verbinden dus. Go, mijn monster.
Ja, oké, okay, dat werkte. Nice. Ja, ik denk dat ik wel moet gaan laten voor vandaag. Dus ja, als je deze video leuk vond, doe dan een groen duimpje. En tot de volgende keer. Doei.